Veel bomen verliezen momenteel hun blad om zichzelf te beschermen tegen uitdrogen. Maar dat heeft ook zo zijn invloed op het spoor. Die blaadjes die worden door de treinen, als die met de wielen over die blaadjes heen rijden, tot pulp vermalen. En die pulp, dat merk je misschien ook wel eens als je gewoon op straat loopt, die wordt spekglad. Wat je dan krijgt is dat de wielen kale plekken krijgen als het ware, afgevlakte plekken, dat noemen we dan vierkante wielen. Die gaan heel erg bonken op het spoor, dat levert geluidsoverlast, trillingen op. Het is heel erg oncomfortabel voor de mensen in de trein. En dat zorgt ook voor schade aan het spoor. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, zet Weerplaza een bladvalverwachting uit. Het is een heel complex model. Er zitten meerdere factoren in het model. Dan moet je zo denken aan de wind, de regen, de temperatuur. Kan je je zo voorstellen met windstil weer dat er amper blaadjes vallen. En als ze vallen, dan vallen ze vooral onder de boom zelf. Als er meer wind staat, ja, dan gaan die blaadjes natuurlijk wat meer dwarrelen. En dan komen ze natuurlijk ook op het spoor terecht waar de trein overheen rijdt. Maar ook het hele verloop van het hele jaar. Je moet eigenlijk al kijken in het voorjaar. In het voorjaar kan het namelijk zijn dat het voorjaar heel koud is. En dat het dus ook langer duurt tot de bomen in blad komen. Bijvoorbeeld dit jaar was zo'n voorbeeld daarvan. Daardoor zien we nu dat de bladen wat later van de bomen vallen dan normaal gesproken. En daarnaast is ook de verloop van de herfst zelf een hele belangrijke factor. Als het al vroeg in de herfst vriest, dan vallen die bladeren net even wat eerder van de bomen af dan wanneer de vorst heel laat is. En dat zijn dus allemaal hele belangrijke aspecten. Daarnaast speelt de wind een grote rol. Met weinig wind vallen de bladeren iets minder ver van de bomen dan met meer wind. En de neerslag. Want met neerslag kunnen de bladeren wat makkelijker aan het rails kleven, waardoor ze als een soort van pulp tussen de wielen kunnen komen. Het belang van het model is groot en de informatie is onmisbaar. Ja, dat is heel erg belangrijk, omdat we, als we dat niet weten, niet weten waar we onze speciale treinen naartoe moeten sturen. We hebben namelijk treinen die zijn van NS. En daar zit een apparaatje in dat Sendight, een speciaal goedje, verspreidt over het spoor als het rijdt. En dat goedje zorgt ervoor dat het spoor ruwer wordt. Nou ja, als je die treinen wil inzetten, we hebben niet zo heel veel van die treinen. En als je die op de juiste plekken wil inzetten, dan moet je dus ook wel weten waar de blaadjes op het spoor terechtkomen.